Tijd voor Panna. En je weet, we hebben een nieuwe Panna-speler. Deze is wereldkampioen en regerend Europees kampioen. De 27-jarige Rotterdamse Panna-koning Gian Doest is een grote naam in het internationale Panna-circuit. De voormalige Europees kampioen heeft als bijnaam de Tasmanian Killer vanwege zijn spectaculaire 360 graden moves en zijn instinct om in een split second toe te slaan. Bij koning voetbal heeft hij slechts één opdracht: zijn tegenstanders zo vaak mogelijk door de benen spelen. Een groot applaus voor Gian Doest. Daar is hij. The end, Doest. Hey. Vorige week voor het eerst gedaan. Hoe vond je het niveau? Ja, het niveau was wel easy, man. Maar vooral Veldman was wel pittig. Ja, Veldman was wel pittig. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het weer spelen vandaag. We spelen Panna 1 tegen 1. Een Panna is 2 punten waard. Een doelpunt 1 punt. We spelen 1 minuut. En het team met het beste resultaat, die wint een punt. Speelt de BN'er, dus de niet-voetballer. Dan gaat hij voor 2 punten. Speelt de voetballer. Dan gaat hij voor 1 punt. Maak onderling uit wie het gaat doen. Kom maar. Ja, Guido. Oh, kijk, Guido voor de gaten staat al klaar, dames en heren. Ja, de bal. Rustig, hè? Allebei naar je doel. Guido daar. Let op, zijn jullie klaar? Tuurlijk. Hij zit. Nee, nee. Blijf, neem je tijd. Laat hem gewoon lopen. Neem je tijd, gewoon ervoor staan, laat hem lopen. Ja, heel goed. Beentjes dicht gewoon, beentjes dicht. Ja. Hij maakt hem door. Beentjes dicht. Oh. Jammer. Benen dicht. Ja, gewoon lekker blijven staan, hoor. Oh! Benen dicht. Is je vriendin niet? Dat hoef ik niet tegen te zeggen. Oh. 8. Rustig. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is 6-2 geworden voor Gian. Robert Doornbos, in je doel. Hey, gas erop! Daar gaat hij. Zijn jullie klaar? Komt ie! Benen dicht, hoor. Oh. Ja, goed zo! Kom op, ga staan! En dat betekent dat er 2 punten naar het team van Johnny gaan. Gian, dankjewel. Tot de volgende week, dames en heren. Gian Doest. Moeilijk, hè? Zo.